is de dakgoot set bij 14 bij 12. Dat is 20. Ja, en de kraal ook. De kraal is dan ook 3 centimeter. Dat is 40. We hebben alleen maar 10 van 10 nodig. Dus dan heb je en dat is zonder zetten. Ja, dus ik zeg al de helft van de prijs. Dus dan hebben we het over 135, 140 gedeeld door 4. Ongeveer 35. Ja, wat wil je nou? Het is wel goedkoper dan dingen en ook efficiënter. Vind ik zelf. Nou, het is niet goedkoper dan PVC. Nee, want dit is, ik heb een gaan we niet 1 kilometer PVC-buis kopen? Vind je dat leuk? Nou, ja, ik vind het een mooie feit. We zaten op zoek. Ik zei bij Joop. En Joop kwam ermee. En die vond dat op Marktplaats. Hé, je kan een kilometer kopen voor 200. Tara. En ik vond het zo'n grappig idee gewoon te denken van, nou, ik koop een kilometer pp. Ja. Ik kan garanderen voor jou dat met zink gaat de wielen gaat wel draaien. Maar met buis. Mm-hmm. Want ik werk ook met buis. Altijd. Ja, maar als ik je beweegt of zo, dan krijg je echt kromme dingen. Nee, maar luister. Je wil niet alleen fiets maken om na te kijken. Je wilt ook een beetje draaien. De as dat van is wiel is staal. Daar hebben we stalen pijpen. Dat is het element wat draait. PVC is eigenlijk alleen om de vorm van de wiel te fixen. Ja? Snap je? Hmm. Dus waar we de PVC voor gebruiken. Je hebt iets nodig, zeg maar, om het rond te kunnen maken. Redelijk simpel. Het moet licht zijn, maar sterk genoeg. Nou, dat is PVC wel. Het is alleen niet sterk genoeg om de constructie te dragen. Ja, maar daar hebben we helemaal niks. Nee, daarom hebben we de staaldraad. Ja, maar daar is nog niet de staaldraad. Als komt gewicht op de staaldraad, ja, dan gaat kracht zetten op de pijp uiteindelijk, hè? Ja. Dan komt dat uiteindelijk door de pijp heen. Nee, wat ze hier al in de fysica zeggen, is dit. Dit is een schuinverbinding. Een schuinverbinding. Dit is een schuinverbinding. Ja. Schuinverbinding die regelt, zeg maar, dat de kracht evenredig verdeeld gaat worden. Dus de kracht gaat niet staan op het wiel. De kracht gaat staan op de schuinverbinding. Dat is staal. En op de as. Dat is ook staal. Dus die PVC is eigenlijk alleen maar om de vorm te fixeren. De kracht komt hier op deze en op deze. En dit is staal. En dit is staal.